Meneer Heren, vanaf 1980 heeft u veel gedaan voor de samenleving. Daarvoor bent u vandaag twee keer onderscheiden door loco-burgemeester René Perenboom en door het hoofdbestuur van het ZLTO. Wat vindt u daarvan? Ja, ben ik heel blij mee. Ik heb het altijd met heel veel plezier gedaan. Ik ben de mensen ook dankbaar dat ik het heb mogen doen. En het is een gegeven, zou iedereen de kans moeten krijgen om dit magen te doen. Het is zo fijn om tussen de andere mensen te mogen werken en voor een andere iets te doen. Want dan krijg je ook heel veel zelf voor terug. Het gaat niet om de onderscheiding, maar gewoon de waardering van de mensen. Het liedje wat Jan en Jos gedaan hadden, dat spreekt de boekdelen. Vroeger ben ik begonnen bij de KPJ en het agrarisch jongerenwerk. En ik heb 10 jaar in het bestuur van het CDA gezeten. En in de CDA landbouwwerkgroep heb ik daarin gezeten. En het is vooral dat ik heel lang bij de rijvereniging en de ZLTO ben ik heel actief geweest. Gaat u het nog vieren met vrienden of familie? Ik denk dat we dat wel eens gaan vieren. Ja, wanneer, dat weet ik niet. Want vanavond gaat dat natuurlijk niet. Want vanavond hebben we hier de gezinsdag. En daar wil ik sowieso zelf bij zijn, want dat is heel mooi. We hebben een optreden van een paar stoeltjes. Maar ik denk dat wij nog wel een feestje gaan bouwen voor vrienden en familie.